En het jaar 2021 is bijna om. En we blikken vandaag daarover terug met de directeur van het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur, Mike Antonius. Volgens Antonius was het jaar 2021 een heel moeilijk jaar voor het bedrijf. Een jaar met best wat uitdagingen, vooral in financieel opzicht, onderstreept de Telesuur-directeur. Met name het koersenfront, dat heeft ons heel veel uitdagingen bezorgd. We begrijpen natuurlijk dat als het gaat om de pandemie waarin we als land ons bevinden, de wereld zich bevindt, maar als land, naast de pandemie, de financiële crisis, dat er van ons gevraagd wordt om met de situatie om te gaan waarbij we rekening houden met zeg maar, de koopkracht en de samenleving. Niet makkelijk om daarin een balans te vinden, omdat onze toeleveranciers dat geen falen doen en voor ons daarmee de kosten stijgen. We hebben het jaar met die uitdaging moeten leven. En wat we daarnaast bijvoorbeeld als positief punt hebben gehad, we hebben wel 20.000 aansluitingen kunnen leveren. Een andere challenge is, wanneer we als bedrijf zoveel inleveren, dan moet je ergens wel grenzen trekken. Door al deze uitdagingen was Telesuur genoodzaakt wederom aansluitkosten in rekening te brengen bij de klanten, geeft Antonius aan. Het zijn kosten die niet alleen in Suriname hoog oplopen, maar ook in de rest van de wereld. Er is een chipset schaarste in de wereld, waar er vroeger modems gekocht konden worden voor tussen $85 en $100. Daar zitten die tegenwoordig alleen maar vanwege de chipset schaarste op $150. Dat is iets dat in de hele wereldeconomie gaande is en dat de hele wereldeconomie ook beïnvloedt. Los daarvan, de verhoogde transportkosten. Je maakt wereldwijd maken we mee dat als het gaat om levering van goederen, dat als het om het aspect van transport gaat, dat er ontzettende vertraging is. Waar je misschien iets vroeger in 2 weken kon krijgen, duurt het misschien nu tussen de 2 en 3 maanden. En in sommige gevallen zelfs langer. Dus de hele supply chain ervaart uitdagingen die erin resulteren dat de kosten voor importgoederen, en dit betreft niet alleen telecom hoor, dit is gewoon de hele industrie, we zijn een importland, omtrent alle importgoederen is dat het geval. Het telecombedrijf kwam er niet onderuit de aanpassingen door te voeren. Het bedrijf heeft gedurende 2 jaar met de koers van 12,50 gewerkt, terwijl de koers al op 21 SRD zat. Telesuur hoopt het komend jaar haar dienstverlening aan te passen aan de wensen van de klant, besluit directeur Antonius.